Dag dames en heren, het profiel voor de nieuwe burgemeester is bekend en de advertentie heeft in de Staatscourant gestaan. Wat moet de nieuwe burgemeester veel kunnen? Wat vindt burgemeester Van Gijsel daar zelf eigenlijk van? En hoe moet het nou verder met de bestuurlijke problemen in Nuenen en Gelder op Mierlo? Ik ga erover praten met burgemeester Van Gijsel. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Van Gijsel, welkom. Dank u wel. Goed u weer te spreken. We zien eigenlijk toch nu regelmatig dingen voorbij komen die allemaal te maken hebben met uw aanstaande vertrek en opvolging. Heeft u de advertentie gezien voor de nieuwe burgemeester? Nee, ik heb ergens een foto langs zien komen van de advertentie zelf. Nee, ik weet natuurlijk wel wat er ongeveer in staat. Ik heb de advertentie niet zelf bestudeerd. Als ik als buitenstaander daarnaar kijk, dan denk ik, ze zoeken eigenlijk iemand met de goede eigenschappen van Rob van Gijsel. En iemand die in de dingen waar Rob van Gijsel wat minder goed in is, daar veel beter in is. Dan denk ik, ze zoeken eigenlijk God zelf zo ongeveer. Ja, ik vond het wel, ik heb best wel veel reacties gehad hoor, dat mensen zeiden nou, je ziet dat er wel een enorme verschuiving is in het profiel zoals het beschreven is toen ik burgemeester werd. Naar het profiel zoals het er nu ligt. En dat reflecteert eigenlijk ook de ontwikkeling van de stad. Dus die internationale connectiviteit en ook de economische invalshoek, die staan er heel erg stevig in. Dat is natuurlijk wel echt een nieuw fenomeen. En het reflecteert dus heel erg de stad die enorm in ontwikkeling is met alles erop en eraan. Met alle vernieuwingen in de werkwijze, in de verbindingen die we hebben, in de manier waarop wij met de burgers in de stad bezig zijn. Daar vragen ze iemand voor, maar ik kan u wel vertellen dat een burgemeester niet alleen de stad maakt. Dat weet ik uit eigen ervaring. Dat doe je echt samen. En dus blijft het heel erg belangrijk dat er juist ook in dat profiel, en dat staat er gelukkig ook, gekeken wordt naar een burgemeester die in staat is om de verbindingen tussen al die partijen te maken. Maar als je kijkt naar het profiel zoals het er nu is, dan moet dat eigenlijk per definitie straks iemand worden die nu ook wel in uw netwerk zit. Tja. Het zou raar zijn als dat iemand wordt die u nu nog niet kent. Nee, dat zou wel vreemd zijn, maar je weet maar nooit hoe mooi wat er nog boven tafel komt. Vangt u wel eens op van mensen die, of Poolse mensen wel eens van, zou het iets voor mij zijn? Ja, er zijn wel mensen bij mij geweest die dat gevraagd hebben. Maar ik ga daar niet zoveel over zeggen, want als zittend burgemeester en straks afscheid nemend, moet je niet te veel zeggen over je opvolger. Daar ga ik niet over, daar gaat de gemeenteraad over. Daar gaat de stad ook over. Vind ik ook wel mooi dat men in de stad gevraagd heeft, wie willen jullie? En ook allerlei instellingen en ook zelfs buurgemeentes hebben ze gevraagd, wat voor soort profiel willen jullie? Ik vind dat er een mooi profiel uitgekomen is, maar je vraagt altijd heel veel. Je hebt een soort wensbeeld bij, nou ja, wat voor burgemeester wil ik? En dat schrijf je dus op. Maar je moet ook niet alleen kijken naar de persoon van de burgemeester, je moet ook kijken wat de stad is op dit moment en wat de stad nodig heeft. En hoe je dat wat je goed vindt verder kunt continueren, wat eventueel versterkt zou moeten worden. Hoe je daar vorm aan geeft en dan blijft het toch een proces van een nieuwe burgemeester met een zittend college, een nieuwe gemeenteraad, met alle partijen in de stad om samen die stad te maken. En ik kom iedere keer maar weer op hetzelfde uit. Probeer te inspireren, probeer mensen, nieuwe initiatieven ruimte te geven, mensen te verbinden, dat is toch wel het allerbelangrijkste. Eigenlijk als onderdeel van uw afscheid komt er binnenkort een boek uit. Van u, maar daar hebben ook andere mensen aan meegewerkt, heb ik begrepen. Dat moet nu wel zo ongeveer al klaar liggen voor de drukker. Ja, dat ligt ongeveer klaar voor de drukker. Dat had niet zoveel met mijn afscheid te maken hoor. We hebben het al eerder over gehad. Ik heb natuurlijk heel veel verhalen verteld in de afgelopen jaren. Nieuwe dingen proberen te introduceren met anderen samen. En het is goed om dat ook op de een of andere manier breder toegankelijk te krijgen en het vast te leggen. Het is een boek over, hoe zijn we eigenlijk vanaf de jaren 90 gekomen naar de plek waar we nu zijn? Of liever gezegd, hoe zijn we uit die periode van een grote ramp in economisch en sociaal opzicht met zoveel werklozen mensen. Het vertrek van Philips. Ja, in de tijd dat Philips natuurlijk de grote Centurion-operatie ging doorvoeren, DAF failliet ging. De toeleverende bedrijven groot in de problemen zaten en we een derde van de werkgelegenheid in Eindhoven verloren. Dat realiseert zich iedereen, maar dat is nog maar 20 jaar geleden. En hoe hebben we dat dan in die 20 jaar gedaan? Wat hebben we er nou met elkaar voor gedaan om eruit te komen? En sommigen noemen dat ook wel het wonder van Eindhoven. Dat wij in zo'n korte periode van, we waren afgeschreven eigenlijk. Dat we van die situatie waarin toch heel weinig geloof nog was in de toekomst, gegroeid zijn naar een stad die als het gaat om toekomst vormgeven voorop loopt.
Maar is het daarmee een geschiedenisboek? Of wordt het ook een boek waarin u nog meegeeft wat u misschien als burgemeester niet meer opgelost en afgewikkeld krijgt, maar wat u daarna nog aan de stad meegeeft? Nou ja, het is een boek wat heel erg beschrijft over de afgelopen 20 jaar. Ook over waar we nu staan, hoe het er nu uitziet, waar we tegenaan lopen. Maar het beschrijft ook waar we naartoe zouden moeten. Althans zouden kunnen. En de vraagtekens die daarbij zijn, die we samen moeten invullen. Maar ook de uitdagingen, dus het beschrijft iets over de technologie die op ons afkomt en die zoveel meer mogelijk kan maken. Mensen langer laten leven, gezonder laten leven, andere vormen van mobiliteit, andere vormen van energie, andere vormen van voedselvoorziening die op de stad afkomt. En daar ontstaat meteen een enorme spanning met zoals we dat altijd gedaan hebben. Dus er is een, wat ik in het boek beschrijf, een verticale wereld, een traditionele wereld waarin de wet voorschrijft hoe het in de steden moet. Dus de nationale overheid regelt eigenlijk alles in wetgeving. En wij doen dan de uitvoering. En dat geeft een enorme spanning in de mogelijkheid om opnieuw vorm te geven aan de toekomstige uitdaging. Want die wetten, ik heb er zelf eentje gedaan in de Kamer. Nou, ik heb een heleboel gedaan, maar eentje als voorbeeld. De wet op de personenvervoer in 1998 heb ik gedaan. Dat is nog steeds de wet waarmee wij het personenvervoer in de taxiwereld regelen. Ik had toen wel van internet gehoord, maar er nog nooit achter gezeten. Nou, die wet is nog steeds de wet waarmee wij ons systeem regelen met betrekking tot openbaar vervoer. Een wet, die systeemwetten noem ik dat. Of dat nou op de energiewet of wet op het onderwijs. Al die wetten die reflecteren eigenlijk altijd het verleden. Altijd wat er was. En met de kennis van dat moment dat de wet tot stand gekomen, zou het er nooit rekening met de nieuwe dingen. En zijn er blokkade voor nieuwe ontwikkelingen. En daar moeten we een andere oplossing voor zien te verzinnen. En dat gaat niet meer met wetten. Dus we zullen aan steden veel meer experimentele ruimte moeten geven om uit te vinden hoe die toekomst er dan uitziet. En voor wie is dat boek dan? Zijn dat uw medebestuurders? Ik denk dat het landelijk en internationaal? Ik denk dat het zo geschreven is dat het voor iedereen in de stad interessant is. Maar niet alleen in Eindhoven, ik denk in heel veel steden. Eigenlijk ook wel veel meer dan alleen in Nederland, het is Europees. Benjamin Barber, degene die dat boek geschreven heeft, If Mayors Would Rule the World, dan als burgemeesters de wereld zouden besturen, die heeft daar het voorwoord in geschreven. En die heeft me ook erg geïnspireerd, moet ik zeggen, in de afgelopen jaar om na te denken, hoe gaan wij nou die nieuwe wereld vormgeven? Je ziet dat mensen veel hoger opgeleid zijn, veel ondernemender zijn en ook nog met elkaar in contact zijn. We hebben een mevrouw in Jagershoef hier in Eindhoven, die, ik denk dat ze toen tegen de 80 aan liep, misschien iets jonger was. En zoiets had, ik wil eigenlijk niet in een verzorgingshuis. Maar ja, hoe regel ik dat dan? En ik ga niet op mijn kinderen leunen. En toen realiseerde ze zich dat er waarschijnlijk heel veel van die vrouwen in haar wijk waren. Die ze op gaan zoeken. Die zijn allemaal aan internet verbonden. Allemaal digitaal met elkaar verbonden. Die wisselen permanent hun eigen leven met elkaar uit. Maar ze zorgen ook voor elkaar. Dus als iemand ziek is, wordt er voor gekookt. Wordt er boodschappen gedaan. Ze gaan bij elkaar op bezoek. En dat zijn eigenlijk traditioneel veel taken die de overheid normaal deed. Met zorg en dat soort zaken. Maar dat regelen ze nu allemaal zelf. Dus de wereld, hoe die georganiseerd wordt, die verandert heel snel. Dus er ontstaan nieuwe netwerken tussen mensen, maar ook binnen steden zelf. Maar is het daarmee ook een oproep om ook de manier waarop Nederland bestuurlijk georganiseerd is, om dat om te gooien? Ja. Want dat is op zich al langer natuurlijk een stokpaardje van u ook. Om een eind te maken aan eigenlijk bestuurslagen, vier op elkaar, Europa, het Rijk, de provincie en de gemeentes. Nou, in ieder geval wel een herijking van de verantwoordelijkheden daarbinnen. Want op zich is dat iets wat u natuurlijk al langer roept, maar waar eigenlijk helemaal geen schot in zit. Nou, dat zou ik niet zeggen. Want het is natuurlijk wel zo dat de Nederlandse regering nu gezegd heeft, we gaan een paar dingen doen. We willen kijken of we meer financiële ruimte voor stedelijke regio's kunnen geven. En de minister van Binnenlandse Zaken wil eigenlijk naar een soort experimentenwet. Wat mij betreft gaat dat niet ver genoeg. Maar het is wel een stap in de richting van, wij zijn op landelijk niveau niet in staat om dat allemaal te regelen. Je kan niet vanuit Den Haag de samenleving helemaal vormgeven. Zeker niet met de complexiteit en de snelheid waarmee het zich nu ontwikkelt. En ik doe de hele tijd zo, maar dat heeft te maken met het feit dat een samenleving ontwikkelt zich niet van hier naar daar, maar dat gaat met vallen en opstaan. En je moet dat met partners doen. Kijk, in Den Haag, en ik heb al lang rondgelopen, dus ik zal me er niet tegen afzetten, maar wij maakten wetten, gewoon met collega's onderling, deden we een hoorzitting.
Maar als je echt experimenten in de stad met nieuwe technologieën introduceren op het gebied van gezondheidszorg of op het gebied van openbaar vervoer of op het gebied van voedsel, dan is het toch handig om het met alle partijen die daar direct in die keten mede verantwoordelijk voor zijn en die daar ook gebruik van moeten maken, om daar het gesprek met hun over te hebben. Wat willen we zien? En daar komen best ingewikkelde vraagstukken op af. We hebben, het is misschien wel een mooi voorbeeld, in Eindhoven hebben wij Slimmer Leven. Dat gaat over hoe gaan wij nu de nieuwe gezondheid tot stand brengen. Daar hebben we een platform voor gemaakt, dat is het platform Slimmer Leven, 80 partijen. Daar zitten verzekeraars en er zitten bedrijven als Philips en een heleboel andere bedrijven, artsen, ziekenhuizen, oudere mensen, maar ook gewoon cliëntenraad. Van alles zit daar bij elkaar. Die praten met elkaar over de nieuwe gezondheidszorg. En dan staat er iemand op, en het kan op verschillende onderwerpen, het kan over dementie gaan of obesitas, maar in dit geval was het Philips die opstond en zei, wij willen eens nadenken of wij mensen, voor een stukje, langer zelfstandig thuis kunnen laten wonen. Dus daar hebben ze een apparaat ontwikkeld, als je je hand erop legt, dan meet hij eigenlijk wat je aan vitamine en mineralen tekort komt, het bloeddruk meet hij, je suikergehalte, allemaal dat soort dingen. Op het moment dat je maar oplegt, is dat doorgemeten en dan is hier een apparaatje. Daar komen de preparaten uit die noodzakelijk zijn om dit tekort op te heffen. Nou, dan denk je, dat is geweldig. Maar oudere mensen die bij dat project betrokken zijn, die zeiden, dat wil ik niet gebruiken. Dat ga ik echt niet gebruiken. Maar waarom gaat u het niet gebruiken? Nou, omdat, en dan moet je dat wel doorvragen, omdat tot gisteren kwam de wijkverpleegster. En die meet je bloeddruk en die prikt voor je suikergehalte. En die maakt die kopje koffie, een praatje, en dat valt dan weg. Dus technologie is wel mooi, want dat helpt natuurlijk heel erg. Maar maatschappelijk op menselijke maat gesneden technologie is veel belangrijker. Dus als je zoiets doet, moet je ook meteen nadenken, wow, wat verliezen die mensen daarmee? En ben ik in staat om daar een andere oplossing bij te bieden? Dus die mensen worden nu digitaal met elkaar in verband gebracht. Dus ze hebben eigenlijk een veel groter sociaal netwerk gekregen dan dat ze hadden. Maar als je dit als bedrijf ontwikkelt, dan maak je alleen maar het apparaatje. En door het zo te doen, kom je in één keer een hele nieuwe uitdaging. En is het de kans dat het apparaat ook daadwerkelijk de kwaliteit van mensen verbetert, enorm veel groter geworden. Dit zijn wel voorbeelden van ontwikkelingen waar u een drijvende kracht in bent. Of in elk geval wel ook alsmaar roept van het is belangrijk dat we dit soort dingen veel meer gaan doen en dat we er gaan kijken. Die u straks wel ook uit handen moet gaan geven. Ja, maar dat is altijd zo. Je geeft altijd dingen uit de handen. Kijk, je kan niet eeuwig burgemeester blijven. Ik vind het een geweldige periode. Ik zit er nog een half jaar. Zijn er dingen die u in die tijd nog afgerond kunt hebben? Waar u de komende maanden mee bezig bent? Er zijn nog wel een paar dingen, ja. Die u dan nog achterlaat? Nou ja, we hebben een discussie met het kabinet over de financiële ruimte die wij krijgen. Dus dat heb ik al eens eerder gezegd. Als je dat vergelijkt wat Eindhoven krijgt aan bijdrage vanuit de Nederlandse regering voor ons voorzieningenniveau, is dat een schijntje ten opzichte van wat Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag krijgt. Is dat iets wat op korte termijn kan veranderen? Nee, daar gaan wij binnen nu en een paar maanden met het kabinet heel intensief over doorpraten. Ja, dus de voorbereiding hebben we daarvoor getroffen. Ik heb daar met de minister-president ook al een paar keer over gehad, de minister van Binnenlandse Zaken. En daar moeten wij wel stappen in gaan maken, ja. Ja, want dat zijn op zich processen waar natuurlijk altijd heel veel tijd overheen gaat. Is dat iets waarvan u dan denkt dat u daar echt al wat bereikt heeft? Of staat er dan ook al een handtekening onder? Ik denk dat we dan, als ik in september weg ben, dat we dan wel een echte stap gemaakt hebben. Daar ga ik vanuit, dat vertrouwen heb ik in het proces. Het zou me erg teleurstellen als dat niet gaat lukken. Dat wil nog niet zeggen dat het helemaal op het gelijke niveau terechtkomen is, maar daar wel heel grote stappen voorwaarts hebben kunnen maken. Maar er zijn een paar andere dingen. Hè. U ziet, wat ik wel leuk vind is, we hebben een tijdje geleden afgesproken dat we eigenlijk onze economie iets breder zouden willen maken. We zitten nu heel erg op high-tech systemen en materialen, op design. Dat is ook hartstikke goed, daar zijn we ontzettend krachtig in. Maar het zou ook wel goed zijn als wij in de ondersteunende diensten iets meer ruimte zouden hebben. En dan heb ik het over notariaat, advocatuur en allemaal dat soort zaken. En dat het ook, kijk, dit is toch een aantrekkelijke stad om je te vestigen. Je hebt veel talent, veel hoogopgeleide mensen. En die hoogopgeleide mensen zorgen ook dat de werkgelegenheid komt voor mensen met een lagere opleiding. Dus die combinatie is noodzakelijk. Nou, we hebben gezegd, het zou wel goed zijn als we bijvoorbeeld het Europese hoofdkantoor hier naartoe zouden kunnen halen een tijdje geleden. En de laatste maanden zien we dat ook echt een aantal grotere bedrijven zich hier vestigen in hun hoofdkantoor.
Ja, want het ging inderdaad heel vaak over bedrijven die hun researchafdeling hier vestigen of die met productie toch hier dingen gaan doen. Amsterdam is toch nog steeds wel de hoofdkantorenstad van Nederland. Ja, maar het gaat dan ook over internationale hoofdkantoren. Hè? Dus ik zit dan een keer te denken naar hoofdkantoren voor Nederland of de Benelux. Shimano heeft hier zijn hoofdkantoor. Swatch heeft hier haar nieuwe Nederlandse hoofdkantoor geopend, Coasto. Dus er zijn een aantal hier, is naar Eindhoven gekomen. Een aantal bedrijven die of hun Europese of hun Benelux of Nederlandse hoofdkantoor hier naartoe brengen. En dat is natuurlijk voor onze economie, maakt dat die wel steviger wordt daardoor. Wat breder, iets meer divers. En ik ben daar wel blij mee. En we hebben natuurlijk ook, en dat heeft u ook al gezien, wat mensen al een tijd lang wel zien gebeuren, maar misschien niet realiseren, is dat wij op het gebied van transport en de afgelopen jaren de snelst groeiende economie zijn geweest als het gaat om de hele logistiek en transportsector. Ja, want ik zag ook pas geleden dat u met een aantal andere mensen samen toch zo ongeveer het lint stond door te knippen voor de nieuwe lijnvluchtverbinding van München naar hier. Nou opent Eindhoven Airport ongeveer maandelijks nieuwe verbindingen. Wat maakte deze zo bijzonder dat u daar speciaal voor... Nou, om twee redenen. Eén, we willen heel graag dat onze luchthaven aangehaakt raakt, niet alleen op vakantiebestemmingen, maar vooral ook op economische bestemmingen. Daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk slagen bij gemaakt. Dat gaat heel goed, hè. Een groot deel van de bezettingen en toestellen zijn ook inderdaad zakenlui. Twee, is het ook belangrijk om dit soort bestemmingen te hebben. Nou ja, het afgelopen jaar zijn 6000 kenniswerkers binnengekomen. Die komen uit de Verenigde Staten of uit Azië en denken, wow, ik wil ook wel wat van Europa zien. Dus het is ook voor je vestigingsplaatsfactor ook van belang dat je dit soort verbindingen hebt naar München of Berlijn of Milaan. Omdat deze kenniswerkers dat natuurlijk ook interessant vinden om daarvan te gebruiken. Dat is ook al een business toepassing, zal ik maar zeggen. Maar München heeft iets bijzonders, omdat natuurlijk, en dat heb ik al eens eerder tegen u gezegd, de economische relatie tussen Nederland en Duitsland is de meest intensieve wereldwijd. En daar zitten echt een paar gaten in. En die gaten, als je er goed naar kijkt, is het zo dat Rotterdam natuurlijk een grote verbinding heeft met Duitsland en wij. Nou, op spoor zijn we niet of nauwelijks verbonden. Dus daar zijn we nu druk mee bezig om dat nog voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat het ook zo'n puntje waarvan u zegt, wat zou u nog gerealiseerd willen zien? In ieder geval het besluit dat we dat nu uit gaan bouwen. Daar komt in april komen de Duitsers met een voorstel over, als het goed is. Voor een hoogsnelheidslijn. Nou, in ieder geval voor verdubbeling van het spoor. En dan kan er uiteindelijk een snellere lijn overkomen. Daar heb ik ook al met de baas van de Nederlandse Spoorwegen over gesproken, met Roger van Boksel. Als de Duitsers beslissen tot verdubbeling van het spoor, moeten wij natuurlijk daar ook gewoon een antwoord op hebben. En dat deelt hij, die opvatting deelt hij. Delen wij samen. München is natuurlijk het is het centrum van de maakindustrie in Europa. Wij zijn een belangrijke kenniscentrum in Europa. Die twee met elkaar verbinden is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wim van der Leegte zei tegen mij, nou doe ik het uit mijn hoofd. Ik dacht dat hij zei, ik heb 2500 vliegbewegingen op jaarbasis naar München. Puur voor VDL. Puur voor VDL. Dat zegt wel een beetje over de betekenis tussen München en Eindhoven. Dan heb ik alleen over VDL, heb ik niet over Philips en over NXP en FVI. Over DAF en over al die toeleverende bedrijven van Frenk of KNWE of NTS Groep. Die is belangrijk, maar hij is ook belangrijk uit luchtvaarttechnische overweging, omdat natuurlijk München, die heeft een verbinding met de hele wereld. En dat betekent dat je nu dus op kunt stappen in Eindhoven en via München naar Shanghai kunt vliegen. Nou, dat komt tot nu toe niet en dat kan straks dus wel. Kijk. Hoeveel zorgen maakt u zich eigenlijk over dat als u straks terugtreedt, dat het dan toch nog wel flink rommelt bestuurlijk gezien in deze regio. Nuenen haalt natuurlijk de voorpagina's met de problemen die er zijn. Gelder op Mierlo is er ook niet stabieler op geworden sinds daar een partij uit het college gegooid is. In Eersel zien we een grote collegecrisis. Hoezeer verzwakt dat deze regio? Nou, tot nu toe denk ik dat het op zichzelf wel meevalt. Het zijn natuurlijk wel problemen die binnen een gemeente ontstaan. En ik zie dus ook wel eerst en nu, en ik kijk ook wel met enige zorg naar hoe dat dan loopt. Tegelijkertijd is het ook wel een uitdrukking van een hele andere beweging die aan de gang is, namelijk dat, en waar de provincie bovenop zit, hoeveel bestuurskracht heb je nou eigenlijk met elkaar? Hoe kun je het eigenlijk organiseren? Kijk, een gemeentebestuur is niet voor zichzelf.
Een gemeentebestuur is echt voor het belang van de burger. En als je niet meer in staat bent om dat op een goede manier te doen, en ik zie ook wel bypasses, om het zo maar te zeggen, van die halve oplossing. Dan hou je 3 gemeentebesturen en 1 ambtelijke dienst. En dan denk ik, ja, zegt het ene gemeentebestuur aan rechtsaf, het andere gemeentebestuur is even linksaf. En dan moet zo'n ambtelijke organisatie maar kijken wat er dan gebeurt. Dat vind ik geen goede oplossing. Dus Zou het samenvoegen van een aantal gemeentes, waardoor zij groter worden, een oplossing zijn? Of moet het uiteindelijk toch gewoon bij Eindhoven komen? Ja, daar doe ik geen uitspraken over. Ik heb daar vorig jaar, 1,5 jaar geleden, bij mijn nieuwjaarsspeech iets over gezegd. Ik denk dat het voor de regio en voor de stad Eindhoven en voor de BV Nederland ontzettend belangrijk is dat wij hier een vestigingsplaats, en dan heb ik het over voorzieningenniveau, dan gaat het gewoon over het overeind houden van het muziekgebouw of, nou ja, de discussie over, ik hoef het u niet te vertellen, over zwembaden, ijsbanen die we allemaal niet meer kunnen betalen. Dat komt door een gebrekkige bijdrage van de Rijksoverheid, maar het komt ook omdat wij natuurlijk een enorme centrumfunctie vervullen die eigenlijk alleen maar betaald wordt door de 225.000 inwoners die in Eindhoven wonen. Dat draagt wel zwaar op onze schouders. Dus we hebben daar wel eens gevraagd aan de omgeving, zullen we dat met elkaar proberen te delen? Dat is toch een hele moeilijke discussie. Dus ik heb toen gezegd, weet je, op termijn is dan de enige antwoord dat wij naar 300.000 inwoners gaan. Overigens merk ik dat die uitspraak, naar 300.000 inwoners, een enorme impact gehad heeft op niet alleen op bedrijven die hier aan de gang willen met dingen te regelen, te bouwen, nou ja, kijk eens hoeveel reiskranen er nu staan, maar ook financiers aan de deur kloppen van wij willen wel meedoen in die ontwikkeling in Eindhoven. Dus mijn eerste lijn is, we gaan in Eindhoven gaan we meer zelfstandig zijn in dat opzicht, zodat we onze eigen voorzieningen daar niet afhankelijk worden van of derde daar een bijdrage. We zullen meer moeten krijgen van de Rijksoverheid, dat is evident. En dan is de vraag, nou ja, de mensen uit Nuenen kunnen daar natuurlijk allemaal gebruik van maken. Geld op maakt allemaal, hè, die kunnen het allemaal van die voorzieningen gebruik maken. Moeten ze dan wel gewoon hun intree betalen. En dan is de vraag, ja, wat wil je overeind houden in Nuenen of in Gelderop? Nou, dat vind ik primair een vraag voor hun. Ja, is daarbij niet ook een vraag, uiteindelijk hakt de provincie hier toch in grote mate een knoop over door. Vindt hij het niet te bedreigend als Eindhoven te groot wordt? Door die zelfstandige groei naar 300.000, maar dan ook nog in de relatie met de omliggende gemeenten. Ja, dat is wel een gevoelig punt. Dat kan ik niet ontkennen. Wat er natuurlijk in de historie altijd gebeurd is, is dat de snelle groei van Eindhoven en de economische positie van Eindhoven altijd een beetje op gespannen voet heeft gestaan met de provincie. Ik vind overigens dat we met de huidige commissaris er heel goed over kunnen praten. We hadden op een bepaald moment de discussie over, moeten wij ons nou echt meer intensief verbinden met Amsterdam, de regio Amsterdam en de regio Rotterdam en Eindhoven. Dat gaan we ook doen, daar zijn wij groot voorstander van. Maar dan krijg je toch een soort sentiment, ja, en dan hoe zit dan die verbindingen met de andere Brabantse steden? En nou ja, ik heb toen tegen de commissaris gezegd, volgens mij is dit de eerste keer, en dat is heel lang geleden, sinds de 80-jarige oorlog, waarin dat katholieke zuiden eigenlijk als een soort, nou ja, tweede rangs weggezet werd, dat de stad in het katholieke zuiden mee kan doen in het nationale netwerk op een manier van gelijkwaardigheid zoals we dat aan de noordkant in de Randstad hebben gehad. Dat laten wij toch zeker niet lopen. En ik denk dat de commissaris daar ook wel door getroffen was en zoiets had, wow, dit hoort ook wel bij de emancipatie die wij hier in het zuiden hebben en de kracht die wij met elkaar ontwikkelen. Ik wil niet Calimero zijn. Als wij die kracht hebben, dan gaan we hem ook gewoon gebruiken. Maar zal hij daar ook aan meewerken door die kracht van Eindhoven verder te versterken? Of wordt dat dan toch te bedreigend voor zijn eigen positie en voor de rol van de provincie erin? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik heb daarvoor gekozen, dus dat moet u de commissaris maar vragen. Ik heb ervoor gekozen om Eindhoven zelf de kracht te geven. En daar moeten we heel hard aan werken om dat voor elkaar te krijgen. Maar en we doen natuurlijk met de 21 gemeentes in de omgeving geweldige dingen. Want het is misschien in Nuenen wel een beetje aan het rommelen en de Gelderop en in Eersel. Maar samen zijn we natuurlijk wel echt gewoon een hele krachtige regio. Eindhoven alleen kan het ook niet. Dus met het bedrijfsleven, en dat is ook wel heel bijzonder, het bedrijfsleven trekt zich niks aan van gemeentegrenzen. Ik heb ook wel eens eerlijk gezegd, als ik goed kijk, zou ik eigenlijk niet weten welke zorgleverancier op de Eindhovense schaal opereert. Of welke onderwijsinstelling op de Eindhovense schaal. Of welke woningbouwcoöperatie. Of welk bedrijf. Dus die gemeentegrenzen zijn eigenlijk, als je goed beschouwt, voor alles wat aan maatschappelijk relevante producten tot stand komen. Of nou ja, de economische kant, helemaal niet doorslaggevend.
Dus als ik naar de 21 kijk, is het vooral een samenwerking waarin we proberen om door met elkaar samen te werken het efficiënter, effectiever en doelmatig voor onze burger te maken. En daar is op zichzelf niks op tegen. En dat doen we op het niveau van de MRE best wel goed. We gaan volgen wat de provincie precies gaat doen. En we spreken u natuurlijk de volgende maand weer. Dus dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. En u bedankt voor het kijken. Volgende week dan is er een aflevering van de talkshow Spam. En over 2 weken dan is Spotlight er weer. Graag tot dan.